We zijn bij het technisch expertisecentrum van de ANWB. En Peter, wat doet de ANWB op deze locatie? Op deze locatie bouwen we de weegwachtauto's. Op deze locatie hebben we een afdeling Research and Development, die de ontwikkeling van de inrichting van de voertuigen verzorgt. Ontwikkelen handige dingetjes voor de wegenwacht. Op deze locatie hebben we ook een magazijn met een webshop. Kunnen wegenwachten op aanloggen, kunnen ze spullen bestellen die ze in hun auto nodig hebben. En we hebben op deze locatie ook een autokeuring en een wegenwachtstation. Hoe is de ANWB in contact gekomen met OneAxis? We hadden heel veel toeleveranciers en dat wilden we heel graag wat inkorten. En toen is de inkoop met OneAxis in contact gekomen. En wat levert de samenwerking concreet op? Het levert ons een enorme kostenbesparing op. In plaats van met veel leveranciers hebben we met één leverancier te maken. Zij nemen een stukje zorg uit handen. We hoeven maar te bellen met een probleem op elektrotechnisch vlak. En zij gaan ermee aan de slag en zij komen met een oplossing. Eén aanspreekpunt, één leverancier, ja, één bedrijf die zeg maar alles op elektrotechnisch vlak levert. Een van de artikelen die OneAxis levert is de logo van Siemens. En de logo van Siemens is een module die we in iedere voertuig inbouwen. Hier zit de reletplank, dat is het elektronische hart van iedere weegwachtauto met erop de logomodule van Siemens. Met die logomodule kunnen we onder bepaalde voorwaarden bepaalde apparaten aansturen. Bijvoorbeeld tussen 0 en 50 km per uur. Dat willen we onder andere bij de flitsers. Hier aan de voorkant van de weegwachtauto, in de grill, zie je twee flitsers. En dit gaat maar tot maximale snelheid van 50 km? Ja, precies. De logomodule zorgt ervoor dat die automatisch uitgeschakeld wordt als die harder rijdt. We zijn hier in het magazijn. In deze magazijn worden de spullen op voorraad gehouden voor de werkplaats beneden, de inbouw van de weegwachtvoertuigen. En hier vandaan worden ook de bestellingen uitgeleverd die via onze webshop geplaatst worden. Er rijden zo ongeveer 900 wegenwachtauto's in Nederland. Zijn er voor al die auto's materialen op voorraad? Voor al die auto's hebben wij voldoende materialen op voorraad. Wat zijn de plannen voor jullie samenwerking in de toekomst? We zijn nu bezig het laatste gedeelte van het pakket aan artikelen over te zetten naar OneAxis. Daarna gaan we verder kijken in verdere samenwerking op artikelgebied of we toch nog zaken efficiënter kunnen of verdediger kunnen inkopen. Met al onze hoofdleveranciers hebben we de intentie voor een langdurige relatie en zo ook met OneAxis. Heel veel succes. Dankjewel. OneAxis, powered by Rexel.